Het is gewoon een jongensdroom om het te doen en dat het eigenlijk allemaal gelukt is ook. En ja, fantastische tijd, ongelooflijk. Mij heeft het in mijn verdere carrière, heeft het mij, ik denk, doorzettingsvermogen heeft het mij gebracht. Maar als je bedoelt op geldelijk gebied, helemaal niks. Heeft het alleen maar geld gekost. 50 cd is mijn opstap geweest. Is mijn opstap geweest. En ik heb jaren daarna nog altijd wedstrijden in de 50 cc gereden in het buitenland ook. Waarom? Omdat de mensen je konden. En die zeiden, ja, van het wereldkampioenschap. En ja, kom maar. En oké, staat geld voor betaald. Nou, je komt maar even terug in dat sentiment van die tijd natuurlijk. Hè. In die tijd zelf voel je het niet zo. Hè, want je gaat door, je gaat er tegenaan. Klaar. Maar later, als je erop terugdenkt, was het toch wel bijzonder. Ja. Mijn hele leven heeft me dat getrokken. Dat zo'n klein zuigertje en dat er zo'n verschrikkelijke kracht uitkomt dat je er 200 kilometer mee kunt rijden. Met een zuigertje die niet groter is als 4 centimeter. En het is gewoon een klein borrelglaasje. En dat je daar 200 kilometer mee kunt rijden, dat is toch gewoon ja, fantastisch. Er kan er maar één de eerste zijn en die eer valt ten deel aan Jan Huberts. Geboren in Delfzijl en tegenwoordig woont hij in het Westland. De nu 70-jarige Huberts is de eerste Nederlander die een Grand Prix weet te winnen. In het eerste officiële WK-seizoen van de 50cc in 1962 wint hij de grote prijs van Frankrijk. Nou, dit is dan beker van de eerste Grand Prix-overwinning die ik gehad heb in 1962 van Clermont Foral. Ik heb weinig bekers meer, maar deze heb ik altijd bewaard. En de tweede Grand Prix overwinning, dat was een kristallen vaas. Was ook heel mooi, maar die heeft mijn vrouw per ongeluk laten vallen. Maar hier ben ik wel heel trots op, die wil ik echt niet kwijt. Ik weet dat we van start gingen en dat ik dacht op de vijfde of zesde plaats te liggen van start af. En ik kon gelijk al twee man pakken. Ik geloof dat Antje toen nog bij me zat. En die kon ik toen nog niet losrijden. En er zaten drie Honda's voor. Takahashi, Tommy Rob en Luigi Teveri. Die zaten voor me. En ik moet zeggen, mijn krijtlap was tegen de berg op sneller. Maar hun hadden dus, doordat ze een veel makkelijker motor hadden om te rijden, niet met die 12 versnellingen, hadden hun dus het voordeel dat ze konden veel makkelijker opschakelen en terugschakelen. En het was voor mij eigenlijk pas de tweede Grand Prix dat ik met die 12 versnellingen bak reed. En nou, op laatste raakte ik er steeds meer aan gewend. Het ging steeds beter, ging steeds beter. En nou, op laatste ronde begon het nog een beetje te regenen. En dat is nog niet eens mijn favoriet, de regen. Maar doordat hun waarschijnlijk het gas terugnamen, ging ik naar hun toe. En we kwamen achter bij het circuit waar het weer omhoog ging. En ik denk, dan moet ik ze voor die bocht hebben, dan kunnen ze er nooit meer bij komen. Dus ik ging voor die bocht, ging ze alle drie voorbij. En ja, toen was ik de winnaar. Takahashi, die heeft de laatste bocht nog geprobeerd om naar me toe te rijden. En die zat vlak achter me met afremmen, maar redde het niet. Eigenlijk was Huberts qua postuur niet echt een specifieke 50cc-coureur. Tot het eind van de jaren 50 rijdt hij dan ook vooral rond op de zwaardere motoren. In 59 krijgt Huberts de beschikking over een aantal fabriekshonda's. Op die motoren maakt de geboren Groninger veel indruk en dat wordt ook gezien door de raceafdeling van de Duitse Kreidle-fabriek. Met dank aan de Nederlandse motorimporteur Henk van Veen krijgt Huberts eind 1961 een contract bij het Duitse team. Kreidle deed toen gooien naar de Europese kampioenschappen voor de 50cc-klasse. En had daarvoor machines ontwikkeld met 12 versnellingen, dat was toen toch wel opzienbarend. Luchtgekoelde motoren. En daar werd een Anscheid werd daar als coureur in contact genomen. En later ook min of meer door mijn inderdaad een beetje inzet en aandringen van neem nou een Nederlandse coureur erbij. En dan kunnen we in Nederland kunnen we namaken. Dat zal mij helpen bij het commerciële hoofdstuk. Nou, dat hebben ze toen gedaan. En Jan Huberts heeft toen goede prestaties geleverd. De Kreidler-fabriek eiste dat ik 62 kilo was. Dus ik at toen de tijd allemaal six cookies om mager te worden en dergelijke.
En ik woog 62 kilo bij de eerste wedstrijd op de Nürburgring. Maar dan zat ik op het lange rechte stuk en dan zat ik er, zo zat ik erop. En ik had geen kracht meer, geen power. En dat zei ik toen naar de hand. Nou, zei ze, eet er dan maar 3 kilo bij. Nou, toen heb ik 3 kilo erbij gegeten. En toen ben ik naar Spanje toe gegaan, de eerste Grand Prix. En naar Frankrijk. En Frankrijk won ik gelijk. En ja, het was wel zo dat je hebt een groot voordeel als je klein en licht bent. Huberts was heel goed. Hij kon zich goed meten met Anschuit. Hij was, denk ik, zelfs gelijkwaardig of zelfs iets beter dan Anschuit, die toch 1,5 kop kleiner was en lichter. Maar Huberts was een tactische en goede coureur, ja. Per wedstrijd werd ik betaald en ik moet eerlijk zeggen, ik heb goed verdiend in Krijtla. Waar praat je dan over, in die tijd? Toen de tijd, ik kreeg een vaste vergoeding van Krijtla per start van 1500 gulden, toen de tijd. Plus dat ze alle onkosten betaalden na de wedstrijden, hotelkosten, de hele rattenplan. En je kreeg bonussen. Plus dat ik van fabrieken, van bandenfabrieken en zo, kreeg ik ook altijd wel wat toegestopt en zo. Dus dat zat toch goed. De verdiensten zaten goed. Huberts behaalt in 1962 uiteindelijk 2 Grand Prix zegers en hij wordt 3e in de WK-stand. 20 jaar later beëindigt hij zijn loopbaan. De successen van 62 weet hij nooit meer te evenaren. Maar de titel eerste Nederlandse Grand Prix winnaar, die nemen ze hem nooit meer af. When the truth is found to be. Na de successen van Jan Huberts in 1962 breken er voor Nederland een aantal magere jaren aan. De enige coureur die de vaderlandse eer hoog moet houden is de Rotterdammer Kees van Dongen. Een privérijder die weliswaar een aantal top 6 klasseringen noteert, maar echt meedoen om de Grand Prix zegers kan hij niet. Maar er gloort hoop voor de Nederlandse motorsportliefhebber. Want achter de schermen werkt Chrysler-importeur Hink van Veen aan een geheel nieuw team met 2 Nederlandse coureurs. Jan de Vries en Al Toersen dus. Ze worden ontdekt op het circuit van Zandvoort. Daar hebben we dus alles bekeken op hoe zit zo'n knaap in de stroomlijn. Hoe komt hij eruit in een bocht? Hoe accelereert hij? Wanneer schakelt hij terug voor een bocht? Of helemaal niet? Of remt hij alleen maar? Of, nou, alle fouten en voordelen van die coureurs hebben we allemaal in puntenwaardering omgezet. En toen kwamen er 2 jongens uit. Dat was Jan de Vries en Al Toersen. Van Veen heeft serieuze plannen met het team. Zeker omdat de Duitse Kreidle-fabriek zich uit kostenoverwegingen terugtrekt uit de racesport. Toen heb ik gedacht van, dan gaan wij zelf door. Als importeur, dan zal ik ze laten zien dat wij het ook kunnen. En misschien nog wel ietsje beter, weliswaar met veel minder mensen. Ik had maar 3 of 4 man tot mijn beschikking op zo'n bescheiden raceafdeling. Maar ik heb toch een proefbank laten installeren, destijds nog op de Haarlemmerweg. En met alles wat erbij hoorde, dat we onze eigen motoren konden testen. En dat heeft geleidelijk aan tot successen geleid, ja. Wat voor man was het eigenlijk? Een zakenman. Ja? Ja, echt een zakenman. Keihard? Keihard. Ja. Ja, Van Veen was een correcte, strenge man, maar wel heel aardig. Voor het team, Van Veen was heel goed voor ons. Toersen en de Vries zijn in die tijd gewoon in dienst bij Van Veen om de Kreidlers zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dag en nacht. We werkten het 11 uur, maar als je thuis kwam en ik lag in bed, dan lag je nog te denken, wat gaan we, hoe moet het? Ja, was het eigenlijk gekke werk? In die tijd vonden we het geen gekke werk, we waren jong en ja, je hebt ontzettend veel energie in die tijd. Man. Dat was gewoon je werk ook? Dat is mijn werk, ja. En ook gelijk je hobby? Of toch niet? Ja, dat is zeker mijn hobby. Het was een jongensdroom om zoiets te mogen doen. In 1965 zijn we begonnen en toen zijn we gelijk in 1966 internationaal gereden. Hebben we een paar wedstrijdjes gereden in België en toen dus onze eerste Grand Prix in Assen. En ja, dat is natuurlijk een enorme ervaring natuurlijk. Dat is gewoon grandioos. Your eyes, I say your eyes may look like you. Yeah, but in your head, baby, I...
eerste TT in 1966 eindigt voor Jan de Vries en Al Toerse wegens technische mankementen vroegtijdig. En dat zijn ze eigenlijk niet gewend in die tijd. Want in de strijd om de nationale kampioenschappen is het Kreidler duo nauwelijks af te stoppen. Samen met Al Toerse ging het steeds om Nederlands kampioenschap, waar we eigenlijk om beurt Nederlands kampioen waren. Toersen en de Vries zijn in die tijd toonaangevend in ons land. Maar de concurrentie zit niet stil. Met name in Nederhorst den Berg wordt hard gewerkt aan een geheel Nederlandse motor. De Yamati. Een zeer bijzondere machine, gemaakt door drie echte liefhebbers. Jan Tiel en Martin Meijwaard en Paul Lodewijk staan. Dat zijn eigenlijk de ontwerpers van die motor. Daarom is het ook Yamati, want iedereen denkt dat het Japans is. Maar het is helemaal niet Japans. Het is gewoon een afkorting van Jan Tiel en Martin Meijwaard. En daar is het Yamati door geworden. En ja, het is een Nederlands ding en dat is zo bijzonder eraan. Het was een groepje jongens, hele leuke jongens. Martin Meijwaard, Jan Tiel en de jongens die maakten alles zelf. En iedereen had zoveel respect voor ze dat ze allemaal maakten en deden. Dat was ongelooflijk. De helaas veel te vroeg overleden Paul Lodewijks was de coureur van het Yamati-team. Eigenlijk een veel te lange man voor deze klasse. Niet echt de 5-7 figuur vond ik, dat was een beetje te lang. Maar hij kon wel heel goed rijden. Ja, wat was zijn kwaliteit eigenlijk? Want ja, je zegt inderdaad, ja, hij was enorm lang. Hij moest zich echt op die fiets vouwen. Ja. Zijn kwaliteit, hij rijdt gewoon heel scherp. In 1968 beleeft Yamati haar eerste hoogtepunt. Paul Lodewijks wint de TT van Assen. Ja, dat was een geweldige race. Dat was natuurlijk ook de dag van de triomfen van Agostini in de 3,5. Dan had je Attenberger en Schillinger, die helaas later verongelukt zijn op Francorchamps in de zijspanklasse. Warren Phil Reed in de 125 en Bill Ivy in de 2,5. Kortom, dat was echt een dag van de hele grote namen die tijd. Iedereen kent ze nog wel. Maar de klap op de vuurpijl was natuurlijk die laatste ronde van die 50cc-klasse. Waarbij Paul Lodewijks Hans-Georg Anscheid buitenom voorbij ging. Ik zie het nog voor me. Anscheid die keek over zijn rechterschouder. Daar zag hij niks. Daar kon ik niet. Want Lodewijks zat aan de andere kant. Die had ook al de pole gehad trouwens. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen. En zo kwam dus die geweldige Nederlandse overwinning tot stand. Dankzij Yamati en Paul Lodewijks kan Nederland dus weer juichen. 6 jaar na Jan Huberts boeken we eindelijk weer eens een Grand Prix-overwinning. Met 1968 gaat de strijd om de wereldtitel in de 50cc vooral tussen de Japanse merken Honda en Suzuki. Beide fabrieken pompen miljoenen in de ontwikkeling van de motoren met 2 en zelfs 3 cilinders. Daar kunnen de E-cilinder krijters van Toersen en de Vries niet tegenop. Tot in 1969, toen ging de FIM het reglement veranderen. Toen moest de machine en de rijder, die moesten 60 kilo wegen. Mocht niet meer dan 6 versnellingen zijn. Want dat kwam omdat die Japanners die kwamen met motortjes van titanium, 14 versnellingen. En dat de Europese fabrieken zeiden, ja, dat wordt ons veel te duur, stoppen we ermee, onder andere Kreidler. Dus toen hebben ze het reglement gewijzigd. En dat paste goed in ons straatje, want wij hadden toen al Kreidlers die aan die eisen voldeden, zeg maar. Met name Al Toersen profiteert gretig van die reglementswijziging. Zonder Honda en Suzuki, die zich collectief terugtrekken uit de 50cc-klasse, lijkt de Kreidler van Veen niet te stoppen. Maar uiteindelijk moet Toersen genoegen nemen met de 2e plaats in het kampioenschap. Ja, in 1969 kwam ik 1 puntje tekort, hè. Dat was jammer. Maar kijk, als je dan de bruto punten bij elkaar optelt, dan was ik verreweg wereldkampioen. Maar ja, er mochten 2 wedstrijden mochten er afgetrokken worden. En dan kwam ik net 1 puntje tekort. Het verschil in punten tussen Nieto en Toersen is in dat seizoen dus minimaal. In tegenstelling tot het verschil in salaris van beide campanen. Nou, Nieto verdiende dus 100.000 gulden in het jaar. Alleen een contract van derby. En ik had 35 gulden voor een wedstrijddag en 25 voor een trainingsdag. Sometimes I need it.
is ongenaakbaar aan het begin van het seizoen. Hij wint de eerste drie Grand Prix in respectievelijk Garama, Hockenheim en op het circuit van Le Mans. Het is ongekend hoe snel de Kruidlers van Van Veen zijn. Want ook Jan de Vries behaalt twee keer een podiumplaats. De vierde race van de in totaal 10 dat seizoen is de TT van Assen. De Van Veenmannen barsten van het zelfvertrouwen en de manager van het team, Johan Leverink, neemt een apart besluit. Toersen moet voor de TT zijn machine afstaan aan teamgenoot Jan de Vries, zodat ook hij een keer kan winnen. Dus Jan heeft op mijn fiets gereden en die werd dan tweede en ik werd derde. Dus, maar dat had eigenlijk niet moeten wezen. Ik had gewoon tweede moeten wezen of op mijn eigen fiets moeten rijden. En ja, dat was gewoon een verkeerde tactiek van onze manager, van onze racemanager. De domste fout? Echt de domste fout, ja. Dat waren twee punten en die had ik op het eind net nodig. Dan was je wereldkampioen geweest. Dan was ik wereldkampioen geweest, ja. Ja, als ik achter Aalt was gaan rijden, ja, dan was hij wereldkampioen geweest, man. Dat is achteraf. Ik heb er toen op dat moment geen moment aan gedacht. Ik dacht aan niemand, alleen aan zo goed mogelijk resultaat. Geen stalorders? Die waren geen stalorders, nee. Achteraf een inschattingsfoutje, ja. Foutje? Foutje. Ja. Echt? Ja, foutje. Dat het geluk in 1969 niet aan de zijde is van Al Toersen, maar aan die van Nieto, bewijst de achtste Grand Prix van het seizoen in Noord-Ierland. Toersen moet al vroeg in de wedstrijd naar de pits met een verstopte benzineleiding. En ziet zo een topklassering de mist ingaan. Datzelfde lijkt te gebeuren met Angel Nieto. De Spanjaard komt in botsing met Paul Lodewijks en knalt stevig tegen het asfalt. Maar wonder boven wonder kan Nieto zijn weg vervolgen en alsnog de zegen binnenhalen. Spanje juicht en Nederland treurt. Toersen verliest door zijn pitstop veel punten. En Paul Lodewijks belandt door de val bij de medische dienst. Ja, het was een snelle bocht en Nieto die wilde me voorbij, binnendoor. Maar het ging al een beetje hard en het kon niet. En toen zijn we samen onderuit gegaan. En Nieto die kon nog overeind springen en de race uitrijden. Maar mijn machine is helemaal plat. In Joegoslavië valt uiteindelijk de beslissing in het seizoen. Toersen start de race nog met een voorsprong van 6 punten op zijn concurrenten. Jan de Vries is als eerste weg en ook Toersen nestelt zich aan de kop van de wedstrijd. Maar al in de tweede ronde gaat het mis. Wederom technische problemen. De wedstrijd voor Toersen is ten einde en de titel kan hij vergeten. Want Nieto maakt geen fout en mag dus op de schouders. De Spanjaard pakt zijn eerste van in totaal 13 wereldtitels. Die 14e september in 1969 wordt een gedenkwaardige dag. Paul Lodewijks mag voor de vierde en laatste keer in zijn loopbaan een Grand Prix zegen vieren. En Al Toersen rijdt zijn laatste ronde op een Kruidler. Een tikkeltje teleurgesteld stapt hij over naar concurrent Yamati. Maar of dat nou voortvloeit uit het mislopen van de wereldtitel? Nou, nee. Het beviel me goed bij Van Veen. Alleen, de verhouding van de contracten dus van Nieto met Derby, dat was gigantisch. En ik moest dus voor die 35 gulden en 25 gulden voor een trainingsdag moest ik rijden. En ja, dat vond ik toch wel een beetje weinig voor wat je dus moet doen om wereldkampioen te worden. En wat je dus voor moet laten en wat voor risico's dat je daarvoor moet nemen. Vond ik het dus echt een beetje te weinig. En daar heb ik met Van Veen gesproken en die was het niet met me eens. Dus die zei van het was genoeg. Ook in het jaar 1970 gaat de wereldtitel naar Spanje. Angel Nieto is op zijn derby opnieuw Al Toersen de baas. Die in dat seizoen weliswaar 3 Grand Prix wint op zijn Yamati, maar toch een grote achterstand heeft op Nieto in de eindstand. Het Kruidler-team van Van Veen heeft inmiddels haar wonden gelikt na de misgelopen titel in 1969. Er wordt met man en macht gewerkt om een supersnelle machine te fabriceren voor het seizoen 1971.
in de winter van 70, 71. Met nog een nieuwe man erbij uit Duitsland voor het ontwikkelingswerk van de motoren. Zijn we nog eens extra tegenaan gegaan. Nieuwe frames gebouwd, nieuwe stroomlijnen. Motoren meer vermogen gekregen. We gingen naar 10 kilowatt gemeten aan het uitgaande tandwiel. Kettingtandwiel. En toen dachten we, ja, we zijn nu op de goede weg. En dat bleek ook, want de eerste Grand Prix, de beste in Salzburg in 1971. En die wonnen we met zoveel overmacht dat de concurrentie er helemaal niks van begreep. En gingen protesteren bij de FIM. Want dat moest maar eens even nagemeten worden, want dat kon geen 50 cc zijn. Hè? Het seizoen 1971 verloopt geweldig voor Jan de Vries. De Kreidler loopt super en de Vries wint aan het begin van het seizoen 3 Grand Prix. Die op de Salzburgring, Hockenheim en ook op Francorchamps. De bescheiden man uit Sint-Jacobi-parochie blijkt een ware plaag voor de Spaanse topfavoriet Angel Nieto. Ik zeg nu niet veel, maar vroeger blijkt dat ik nog veel minder zei. Maar ik dacht wel heel veel. Voordat ik die wedstrijd had gereden, dan had ik hem al 10 keer in gedachten gereden. Wat gaat er fout, wat kan ik anders doen? En ja, ik dacht heel erg na over de dingen. Berekenend? Ja, berekenend. Ja. Niet te veel risico? Nee, ik was eigenlijk heel bang. Dus ik zorgde dat er niks fout kon gaan en er zo weinig mogelijk vallen. Af en toe gebeurt het wel eens nog. De gevechten tussen Nieto en de Vries worden gestreden op het scherpst van de snede. Nou ja, keihard tegen elkaar. Als je Nieto kent, die Spanjaard, die is zo ontzettend fanatiek en die geeft geen meter toe. Tot de allerlaatste race van het seizoen blijft de titelstrijd tussen Nieto en de Vries razendspannend. De beslissing moet vallen op zondag 26 september op het circuit van Barcelona. Uitgerekend in het Hol van de Leeuw. De Spanjaarden doen er alles aan om het Nederlandse kamp te ontregelen. Zo stelt de organisatie benzine beschikbaar die niet wil mengen met olie. En bovendien staan er ineens wel heel veel derbycoureurs op de startlijst. Nou ja, dat kunnen wij ook. Toen hebben Barry Sheen heb ik gevraagd. Wil je ook zo'n ding starten? We hebben er ook een paar. Barry Sheen en Jarno Saarinen, ook een hele grote naam in de 2,5. Nou, die wouden het ook wel. Dat is natuurlijk oude jongens krentenbrood in zo'n rennerskamp. Het ging heel collegiaal. Het achterliggende veld, dat kon niet zoveel tegenhouden hoor. Aan die coureurs, de snelste 3 of zo, die waren toch meteen weg. Dus dat achteraf niet zoveel effect. Nieto werd dicht op zijn huid gezeten door Jan. Ik geloof in de laatste ronde, voorlaatste ronde, ging je onderuit. Ja. Wereldkampioen. Ja, terecht, dat denk ik wel. Ja. Was de beste? De snelste? Nou, de beste. Nieto en ik waren precies even goed. Er zat erg heel weinig verschil in. Het doet nog steeds wel veel, hè? Zo'n titel. Mm-hmm. Ja? Ah, de titel niet, maar het werken er naartoe. En dan resultaat zien, dat is heel fijn, ja. Nou, dat zie je nu nog. Ja. Ja, inderdaad. Ook in 1972 gaat de strijd in de 50cc weer tussen Nieto en de Vries. En net als een jaar eerder valt in Spanje de beslissing. Veel Nederlandse fans reizen af naar het circuit van Jarama om hun landgenoot aan te moedigen. Nieto wint de wedstrijd en pakt uiteindelijk ook de wereldtitel. En dat terwijl de Vries dat seizoen evenveel punten behaalt. We hadden allebei, we telden 6 wedstrijden, dus we hadden allebei 3 eerste en 3 tweede plaatsen. Waarvan Nieto de laatste wedstrijd won en daardoor wereldkampioen was. Maar met hetzelfde aantal punten en dat kan gebeuren. En dan telt de totaaltijd, hè? Ja, ja.
Hij was net die slagzaam. Was net in het voordeel van Jeto. Ja. We zijn aanbeland in het jaar 1973. Het seizoen na dat spannende gevecht om de wereldtitel tussen Jan de Vries en Angel Nieto. Het gevecht dat uiteindelijk niet op punten, maar op seconden wordt beslist. Helaas dus in het voordeel van de Spanjaard. ...1973 wordt weer het jaar van Jan de Vries. Hij is vanaf de eerste wedstrijd dat seizoen oppermachtig en wint vrijwel elke Grand Prix. Knap, maar ergens is het niet verrassend. In 1973 was derby gestopt en onder Nieto ook. Dus ja, toen reed ik zonder dat Nieto mij deed. Ja, dan was er toch wel erg weinig concurrentie voor me. Bruno Kneelwieler die reed er bij ons in team. Dus dat was eigenlijk mijn enige concurrent waar ik... Maar het was erg makkelijk. Ik won alle wedstrijden achter elkaar, waardoor ik halverwege het seizoen in Zweden al wereldkampioen was. Nou, even goed leuk, maar... Minder leuk. Toch miste ik niet op. Ja, het was minder leuk. Ja, het was minder leuk. Jan de Vries besluit zijn loopbaan op het hoogtepunt. Na zijn 14e Grand Prix-overwinning, die hij behaalt in Spanje, knijpt hij definitief in de remmen. Geen motivatie meer voor nog een seizoen. Als je vaak gaat winnen, dan is de spanning eraf. En dan heb je het geleidelijk aan, raak je gewend aan het zegevieren. En dat vieren, dat wordt geleidelijk aan gewoon. En dan zeg je, we gaan weer wat anders doen. Hij werd zeg maar een begeleider, zeker ja. Op technisch vlak. Ja, ja, hij heeft de technische verzorging van die machine op zich genomen en heel goed gedaan. Jan de Vries neemt meer tijd voor zijn familie en wordt manager bij het Van Veen Kreidler team. En dat team moet op zoek naar een geschikte opvolger voor de wereldkampioen. Die wordt gevonden in de persoon van Henk van Kessel uit het Brabantse plaatsje Mil. Omdat hij al presteerde op die 50cc, kijk je toch uit naar iemand die al bewezen heeft dat hij op zo'n ding kan rijden. En dan ga je daar een keer mee praten, ja. Van Kessel is een man die houdt van snelheid. Zo behaalt hij in die jaren het wereldsnelheidsrecord op een 50cc-motor. In de bekende sigaar van Piet Plompen. Het record wordt gevestigd op de in aanbouw zijnde A50 bij Apeldoorn. Hebben joh, wat denk je daar van? Maar het hoogtepunt beleeft Van Kessel in 1974. In dat jaar wordt hij wereldkampioen in de 50cc-klasse. In een seizoen waarin de concurrentie voornamelijk uit Duitsland komt. De grootste concurrenten waren eigenlijk Rittberger en Tourau. Tourau, dat was ook een Duitser. En die had ook altijd hele snelle machines. Ja, en dat waren eigenlijk de twee grootste concurrenten. Dan hadden wij in het Van Veen team nog eenmaal meer erbij. Dat was een Belg, dat was Julien van Zeebroek. Maar die heb ik nooit echt gezien. Die heb ik wel gezien als collega, maar nooit eigenlijk als concurrent. Van Kessel verovert de wereldtitel eigenlijk met speels gemak. Maar ook in dat seizoen ontbreekt Angel Nieto. Ik had het wel natuurlijk leuker gevonden als Nieto natuurlijk erbij geweest was. Ja, want dan had je je eigen toch nog kunnen meten met een van de bekendste coryfeeën van de hele 50cc racegeschiedenis. Ja, maar om nou te zeggen van dat het minder was, ja,
als je dat standpunt bekijkt, dat je zegt van derby was er dat jaar niet bij. Ja, dan moet je misschien wel concluderen dat het misschien wel ietsje minder was. Maar voor mij maakt het aan het hele resultaat eigenlijk geen verschil. Begon, ja, had je er misschien ooit van gedroomd? Ja, maar dat het ooit die droom werkelijkheid zou worden, ja, dat is natuurlijk maar voor heel weinig mensen weggelegd. Zo simpel is dat. De kersverse wereldkampioen wordt groots onthaald in Mil. Het dorp dat maar wat trots is op haar inwoner. Van Kessel hoopt een seizoen later opnieuw de wereldtitel te pakken. Maar zover komt het niet. Henk van Veen, de zo succesvolle importeur en teambaas, trekt zich namelijk terug uit de motorsport. We waren er een beetje klaar mee, ja. Dat klopt wel. Ja. De Kreidlers van Van Veen gaan in de uitverkoop. Maar Van Kessel krijgt het geld daarvoor niet bij elkaar. Er is één man die dat bedrag zonder problemen ophoest. U raadt het al. Angel Nieto. Die kreeg ook van de Spaanse Bond, kreeg hij ieder jaar voor een wereldkampioenschap, kreeg hij een gigantisch bedrag. Ik meen niet van 100.000 gulden toen. Ja, dat waren maar geen gulden, maar pesetas. Ja, maar in ieder geval, in die orde van grootte. Kijk, dan was het voor mij natuurlijk niet moeilijk geweest. Maar ja, zelfs de KNV of weet ik wat, die hebben er helemaal geen moeite voor gedaan. Wat kreeg Henk van Kessel bij zijn wereldtitel? Ja, ik kreeg dus eer en roem en een hele hoop van dat soort dingen. Ja, maar op geldelijk gebied, ja, kreeg ik dus, heb ik alleen van Henk Verveen toen, heb ik 1000 gulden gekregen. En dat was het hele wereldkampioenschap van Henk van Kessel. Vanaf 1975 gaat het bergafwaarts met de prestaties van de Nederlanders in de lichtste klasse. We halen nog wel 2 Grand Prix zegens, maar de wereldtitels gaan naar landen als Spanje, Italië en Zwitserland. In 1983 valt het doek voor de 50cc. Dit jaar dus precies 25 jaar geleden. Een klasse waarin een klein land groot kon zijn, verdwijnt definitief in de geschiedenisboeken.